avond, beste kijkers. Wij staan hier in het dossier van Beeslaren, waar zo net een staking is uitgebroken bij de leerlingen van Woord. We weten nog niet precies wat er aan de hand is, dus we gaan zo dadelijk naar binnen. De pot op de pot, op de pot, op de pot, op de pot. We staan hier nu binnen in de zaal waar de stakers een protestraplied zingen. We luisteren even mee. Koffels kutten, te letten, te velen. We tappen met de pelen. Pret met een joen, Rico in mijn schoen. De lange frak, de wilde boy bij mis, bij jou. De kobbel, twee putten, de skelle tussen mijn stukken. Van twist, lijn, jolieun, en moet het dan maar kunnen. Pak de zatte en de zullen, en zet je op de zullen. Klap maar mee in hoe ze tallen, oversta je niet mijn dollen. Doet, doet, bedank, mohoza. De pot, op de pot, op de pot, op de pot. En ondertussen heb je iemand van de stakers kunnen vinden die wat meer uitleg wil geven over deze actie. Ja, goedenavond. Misschien heeft u het al gezien. Wij staken! Wij staken! Ja, inderdaad, want wij mogen u, het publiek, niet meer zien. Maar wij hebben het publiek nodig. Zonder publiek kunnen wij niet leven! Is dat niet een beetje overdreven? Misschien wel. Wij willen spelen! Wij willen theater spelen! Wij hebben emoties! En drama! Veel drama! En daarom staken wij! En wie is hiervan de schuldige? Corona! Dus onze excuses aan alle mama's en papa's, boma's en bompa's. En ook nonkels en tantes en allemaal liefjes. We zijn speciaal voor een laptop gekropen om ons te zien. Maar wij laten niks zien zonder een echt publiek. Ook wij zijn heel erg teleurgesteld en heel diep ontgoocheld. Dus u mag vertrekken van de laptop, hè. U kan uw scherm terug uitzetten. Wij spelen enkel voor echt publiek. En tegen corona wil u graag het volgende zeggen. U ziet het, beste kijkers. Corona heeft ook hier veel slachtoffers gemaakt. Deze arme kinderen kunnen niet spelen voor een echt publiek. Dat is natuurlijk heel jammer. We volgen het hier verder op. Stop corona! Stop corona! Stop corona! Goedenavond, beste kijkers. Welkom terug. We staan hier nog steeds in het OC van Beeslaren. En zoals u misschien al weet, de kinderen van de academie staken hier. Ja, wij staken! Ik heb vernomen dat u daarnet de meester heeft kunnen spreken. Een eerste reactie, alstublieft. We hebben hem daarnet inderdaad gezien. In de kleedkamer. We hebben geprobeerd te onderhandelen om te spelen voor echt publiek. Dat is helaas mislukt. En ik heb gezegd, meester, wij willen spelen voor een echt publiek. Wij willen theater! Drama! Drama! En weet je wat de meester toen zei? Nee, zegt u maar. Dat we moesten doen alsof er publiek zat. En ik zei, meester, wij willen niet doen alsof. En toen is de bom ontploft. Is er een bom ontploft? Ja! We moeten direct iedereen evacueren. Badambulans, de politie, het secretariaat, mijn mama! Niet letterlijk ontploft, hé, journalistje. Nee, de meester heeft kwaad geroepen dat wij zelf moesten onderhandelen met de directeur. Want hij kan het niet voor ons doen. U ziet het, beste kijkers. Deze staking heeft al diepe wonden geslagen. Wordt zeker vervolgd. Wij willen publiek! 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 Goedenavond, beste kijkers. Nog steeds vonden we hier het nieuws over de staking, waar de bom net ontploft is. Niet echt, hè? Er is wel een nieuwe wending. Hitte en de meester hebben gevochten. En een deel van de stakers was kwaad weggelopen. Een reactie graag? Ja, ze waren op zoek naar de directeur. Hij was het laatst gezien in Ieper. Op zijn bureau. Maar toen hij het extra nieuws over de staking had gehoord, is hij weggelopen, die bange kip. Pop, 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 pop. Ja, naar het toilet. Daar heeft hij zichzelf doorgezet. Dat zijn ernstige feiten. Inderdaad, dus wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur. En welk type had u gedacht? Liefst een knappe. En slim. En stoer. Maar ook een beetje schattig. Goed, dankjewel voor deze nieuwe stand van zaken.
Ondertussen heeft een deel van de stakers een nieuw protestlied voorbereid. Ja, wij willen zingen dat wij kwaad zijn. Waarvoor? Dat wij enkel maar naar school mogen en voor de rest niks mogen doen. Oké, wij luisteren even mee. Ik leerde een gedicht van buiten in mijn werkboektaal. De Europese landen die herhaalde ik 10 maal. Het stappenplan voor wiskunde heb ik onder de knie. En die regels van verkeer op het op makkie. Maar dan komt die blackout, oeps, verdorie. Ik kom er niet meer op. Ik heb het ooit geweten, maar ik ben het alweer vergeten. Oeps, verdorie, ik kom er niet meer op. Zoveel leerstof te ontschuilen, het gaat niet meer gewoon. Ik trainde op vertalingen van 20 woordjes Frans. En gebruikte ezelsbruggen voor weer om het land. De leerstof meten, trekenen heb ik goed in de prent. Die boekenkrim, dat doe ik graag een fluitje van een cent. Maar dan komt die blackout, oeps, verdorie. Ik kom er niet meer op. Ik heb het ooit geweten, maar ik ben het alweer vergeten. Oeps, verdorie. Ik kom er niet meer op. Zoveel is of te ontschouwen, het gaat niet meer gewoon. Stop! Nee! Beste kijkers, we staan hier nog steeds bij de stakers die op zoek zijn naar een nieuwe directeur. Een reactie graag? Ja, inderdaad, nadat onze meester is ontploft. Niet letterlijk, hè? Ja. En nadat de directeur zichzelf heeft doorgeschast, zijn we op zoek naar een nieuw exemplaar. Er hebben al verschillende mensen gesolliciteerd. Daar zitten enkele goede kandidaten tussen. Waaronder Alexander de Croo, maar we vonden dat hij eerst corona moest aanpakken. Sinterklaas heeft ook gebeld, maar die mag nu niet naar hier reizen. Dus dat lukte ook niet. Dus hebben we gekozen voor de juf van muziek. Jappie! Zij gaat het zeer goed doen. We moeten het haar wel nog vragen. En kan ze dat wel combineren met haar werk als juf? Oei, dat weten wij niet. Maar we zullen alvast een liedje voor haar zingen. In je hoofd ken je alles. En dat we snel weer mogen optreden voor echt publiek. Dus jullie stoppen nu met staken? Ja! Oh, dat is supergoed. Dan zit mijn werker hier op. Zingen jullie maar!